Hoi, dag 11 en 12 vandaag van Inktober Tangles. En ik ga jullie laten zien vandaag hoe je Bravensworth en sok kunt tekenen en schaduwen met kleur. Ik wens je heel veel plezier. En de organisatie van Duitsland heeft ons gevraagd om nog even niks te delen, maar het was echt hartstikke leuk. Wij gaan vandaag door met de Inktober Tangles. En we zijn beland bij dag 11 en dag 12. En dat is de Bravensworth en de sok van Erin Ozon en de Bravensworth van Debbie New. En ik ga deze twee vakjes betekenen. Dus ik ga hem even zo neerleggen dat hij goed te zien is. En ik ging ook nog even de, kijken, hoe heet hij ook alweer, de sumo van Lin Chu nog even uit. Ging ik nog even kleuren. Zo. Oh, dat was niet de kleur. Deze is van de week. Ik zie inderdaad dat er een aantal mensen al meekijken. Zo grappig hoe dicht bij de wereld komt. Het papier is toch wel een beetje zacht geworden. Thank you! Thank you for the compliment on the color. Yes, I love it too. I just needed some color in my life. En ik ben dus aan het schaduwen met kleurpotlood eigenlijk. Nou, ik gebruik wel een beetje zwart hier en daar, of wit. Maar de bloemetjes en zo, die hou ik wel in de kleurschema van wat ik teken. Nou, dan gaan we door naar de volgende vakjes. Zo. En dan begin ik vandaag met Bravensworth van Debbie New. En dat is een ontzettende leuke tank. Dus het is eigenlijk een soort van ja, ster, zou je kunnen zeggen. En dan ga je vanaf onder de orb. En dat is nou weer een beetje het lastige van een opus. Een opus is een beetje... Hi Yvonne, wat leuk! Is dat het formaat van de tile een beetje groot is. Dus je maakt een 6. Alles gewoon verschuift gewoon. Zo grappig. En zo. Ga ik die nog even langer maken. Nou, en dan kun je hem een aura geven bijvoorbeeld.
Ik vind het altijd spannend en superleuk tegelijk. Als ik dus iets doe wat ik dus nog niet eerder gedaan heb. En helemaal zo'n groot project als dit. Een superleuke tengel vind ik dit. Ja, en je kan ook een dubbele maken. Dit is dan een bloem, zeg maar. En je kan ook een dubbele maken. Die is ook leuk. En dan gaat hij omhoog. Zo. En dan kun je hem natuurlijk ook. Wordt dan net een iets. Zo. Had ik een kleine oepsie. Eens of het echt goed te zien is, maar ik hoop niet dat er iemand draaierig wordt. Ik ben zo aan het draaien. Mocht je vragen hebben of zo, ik kan af en toe wel even naar de tekst kijken. En ook hier maak ik weer een aura omheen. Dat is een beetje spontaan online vandaag. Hier komt nog een tengel bij, dus dan ga ik hier het niet helemaal volbouwen. Het is natuurlijk wel leuk om hier even een moonpie te doen. Zo. Wat ik heel leuk vind is hoe Debbie altijd
dit soort holles erbij maakt. Die ga ik maar niet op de kop doen. Dat is de eerste keer dat ik dat zag. Want normaal heb je dus een holles die... Die gaat gewoon heerlijk. Lekker naar het andere vak. Zo. Ik doe stiekem natuurlijk nu wel wat andere tengels dan de Inktober, maar maakt niet uit. Dat is alleen maar leuk. Hoe meer zielen tengels, hoe meer vreugd, zeggen we dan. Ik ga natuurlijk wel wat ruimte bewaren voor de volgende tengel. De sok door Erin Olsen. Die ik trouwens nog helemaal niet kende. Zo leuk is dat. Dat je dus... Dus hey Diana, wat leuk dat je meekijkt. Zo, nou dan heb ik dit vakje wel vol. En dan ga ik naar de volgende tengel. En dat is een grittengel, als ik dat zo even zie. En ik ga de ruimte opvullen. Even kijken. Ik vind het wel leuk om heel wat ruimte te hebben. Dus ik denk dat ik hier zo... Ga ik hier gewoon nog een klein stukje door. Zo. En dan ga ik vakjes maken. Leuk dat jullie meekijken. Ik heb geen idee waar jullie vandaan komen. If you're speaking English, let me know where you're watching from. Buenos Aires. Hey, from Spain. Oh ja, natuurlijk. From Argentina. Hi, from Spain. So lovely to meet you online. I'm working on day 12 of the Inktober tangles. Hello.
Are you also doing the Inktober Tangles? Hi, Bernie. It's so wonderful. It's so funny that I see some people I know. I see some people I don't know. Ik hou ervan om te spelen met de ruimte die er is. Ja, yeah, thank you. Yeah, the idea actually came from the Inktober list itself. I saw that the last tangle was Pangea, and I thought, well, this might be a good idea just to use it as a string. So, thank you. I think I will use it again next year because I think it's really lovely. And I kind of like this tangle too. I really enjoy the lines. Lines, lines, lines. They keep me really calm. I think I have all of them. I'm not sure. Okay, I'm gonna give it some color. A little bit of shade. And this is a little bit orangey and greenish. So I will get me some orange and yellows, a little bit of dark.
looking for a little bit darker orange. I'm using Faber-Castell watercolor pencils, by the way. But I will not water them again. Like to work in layers, and I'm taking my time. No, I did not use this in the background. What did I use in the background? I always use, well, I frequently use the Viviva colors. This is what I use, and it's basically a little booklet, and the majority of the colors it's 16 colors, and it takes you a long way. So this is just 16 colors, and it just gives you a lot of really pigmented colors. It's really amazing, actually. And I use the Faber-Castell pencils to create shading, and I would be able to use water again, but there's no need because there's too much color anyway, or there's enough color anyway. But you actually really easily could use these pencils because they're really awesome in the use. They're my favorite pencils, actually. I'm going to slowly use some blue.
Yeah, it's amazing what comes out of that little packet. Het is echt ongelooflijk wat uit dat kleine pakketje komt. Nou ja. Here. Going into a little bit of yellowy, sort of. So I'm changing my colors to a little bit of lighter orange. For shade. I press pretty hard, I can say. Ik druk best hard op het potlood om een beetje klein beetje zwart er nog bij. Hey San, wat leuk dat je meekijkt. Ja, het liep een beetje anders dan gewoonlijk vandaag, dus ik was wat later. Even vergeten of jij al op reis bent, San, of dat je nog gaat. Zo. Nou, dan ga ik nog een heel klein beetje wit aanbrengen. Spelen met kleur is toch zo leuk, hè?
Zo, een beetje vlammende. A fiery Bravensworth. I love it, I love it. Okay. This is almost the end. I've been doing sock. Tomorrow we're going to do... No, it's not tomorrow. Day 13. On Thursday we'll do Piloxi. And slide head. Sure, I'm gonna love those. Also tangles I've never done before. Yes, it's lovely, isn't it? Oh, I'm sure I've seen you before, but I forgot your name. I think I've seen you in the group of Veronica, haven't I? Yeah, I think white is a very important part of enhancement. And be sure om het echt wel een beetje lekker stevig te drukken. En als de pen, dat is helemaal niet erg. Ja, zie je wel, Elisabeth. Ja, I remember now. Hi Yvonne, dankjewel. Ja, yeah, I've known you, Elisabeth. I've seen you before. It's a little bit strange with all these Instagram names. Als je nou met kalk wit, en dan wordt het natuurlijk heel wit, en dat is ook de bedoeling. Maar dan, dat was een e-mail. Dan is het helemaal niet erg om gewoon even lekker met een pennetje weer er overheen te gaan. Hier eentje vergeten. Zo. Want dat maakt het verschil alleen maar ja, duidelijker. En er is geen Zentangle politie. Trouwens, het is een SIA. Het is niet Zentangle Inspired Art. En wit geeft gewoon zo een mooie diepte. Kijk, het is wel grappig, want je ziet dus bijna niet dat... je ziet wel wit, maar je kan niet goed zien dat er ook nog weer een pen overheen is gegaan. Zo, die even aanvullen. En... Oh, dat is eigenlijk wel leuk om hier nog een kleine henna drum te doen. En die dan even mijn... Hey Ellen, wat leuk dat je ook even meekijkt. Ja, ik laat hem toch even zien, mijn supersonische... puntenslijper, echt helemaal te gek. Kijken, wat een punt. Dat is toch gewoon heerlijk. Zo. En met een ander kleurtje. Ik word gewoon zo blij van... Even kijken, wat zocht ik nou?
Wit zocht ik. Zo. Nou, even kijken of ik nog wat enhancements kan doen. Zo, ik heb geen idee waar ik morgen doorga. Misschien ga ik wel hier door. Or maybe I'll go this way. I'm not really sure. This is the beauty of such a large project. I did enhance because last time this was too wet. So I finished it today. A little bit more lining. This was Sumu from Linju. Oh, I forgot a piece. Here is a little bit of Sumu. Forget. Zo. Nou, dit is een beetje vurig geworden. Fire. A fiery Bravensworth. I love it. Not sure how this works, but I think I like it. You know the word mooi, Elizabeth. Wow. That's Dutch for beautiful. Thank you so much. Don't you recognize, Elizabeth, that when you start drawing, you keep seeing things and enhancing, and oh, I can do this here, I can do that there. Where is my white jelly roll? Gonna say good day for today. Thank you for watching. If you have any questions, just leave a question for me in the comments, and I hope you will be watching tomorrow or the day after tomorrow. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor de leuke vragen en nou, tot snel. Toedeloe.